wereld kom je dus ook mensen tegen die raakpunt hebben. Je gaat samen eten, je eet samen vegetarisch of je gaat samen naar hetzelfde concert. Je zorgt zelfs dat er mogelijkheid is om ergens, dat er ergens concerten zijn van muziek die jij mooi vindt. Je zorgt dat, dat je ergens kunt eten waar het fijn is om te eten en goedkoop. Je zorgt dat je ergens platen kan kopen, daar zorgen mensen dan voor. En daaruit kun je denk ik ook de kracht halen of de dingen om dan ook nog tegen die andere wereld in te gaan.